Steun ons. Neem je petje af op petjeaf.com/denieuwewereld. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag ga ik in gesprek met muziekfilosoof Thomas Serien. En we gaan het hebben over zijn boek Hoor. Thomas. Hallo, dag Willem. Leuk dat je er bent. Ja, heel fijn. Eerste keer voor jou in onze studio volgens mij. Je bent helemaal uit Vlaanderen afgerezen. Ja, Antwerpen. Ja, precies. Ja. Je woont in Antwerpen, daar hadden we het net al even over. Mm-hmm. Mooie stad. Mm-hmm. Een muzikale stad ook? Ja, toch wel. Zeker klassieke muziek heeft daar altijd een grote rol gespeeld. Elisabeth Saal en zo van die zaak. Maar ook heel veel underground, heel veel precies. Punk, heel veel rock. Ja, ook echt een sterke subcultuur. Ja, veel hip-hop en zo ook. Mooi. Ja. Nou, we gaan het vandaag dus ook veel hebben over muziek. Mm-hmm. Want jij hebt een heel bijzonder boek geschreven over muziek. Dat heet Hoor, zoals ik net al zei. En eigenlijk is het boek, het is echt, jij noemde het zelf ook een doenboek. Want het is echt een boek waarin je bijna mensen uitdaagt om hun eigen muzikale smaak op te rekken. Ja. Zichzelf vertrouwd te maken met buitennissige, andersoortige muziekklanken. Mm-hmm. En zichzelf de vraag te stellen, herken ik nog wel hier muziek in, überhaupt? Mm-hmm. Ja, dat is op zich een vaststelling dat ik tijdens mijn lezingen van mijn vorige boek, Klank, heel vaak had dat mensen eigenlijk reageerden met een soort reactie van, ja, dat is toch geen muziek wat je laat horen, of ik begrijp er helemaal niets van. En dat vond ik een interessante uitspraak. En ik ben eigenlijk van dat idee vertrokken om een nieuw boek te schrijven, omdat in die uitspraak, ik begrijp er niets van, zit eigenlijk een soort verwachtingspatroon van wat jij als luisteraar muziek vindt. En daar zit eigenlijk heel veel achter. En dat wou ik proberen onderzoeken, door eigenlijk vanuit een bepaald concept te starten wat ik muzikaal thuisgevoel noem. Dat is eigenlijk een soort gevoel dat elke luisteraar heeft bij bepaalde muziek. Een gevoel van herkenning. Dat is eigenlijk een herkennend luisteren. Een luisteren vanuit jezelf naar de muziek toe. Een soort van gevoel van thuiskomen. En ik wil eigenlijk met het boek stimuleren om mensen verkennend te laten luisteren. Dus eigenlijk uit dat herkennend luisteren te trekken en met verschillende luisteroefeningen eigenlijk te onderzoeken wat verschillende soorten muziek met je doet. En ja, dat ik probeer opbouwen aan de hand van een aantal luistervormen. En het doel is eigenlijk je muzikale thuisgevoel te verbreden, open te trekken en zo verder. En dat heb ik gedaan aan de hand van enorm veel muziek. Ik heb meer dan 130 uur muziek samengesteld in afspeellijsten. En die kan je allemaal beluisteren tijdens het lezen. Of je kan dingen opnieuw luisteren uiteraard. En ik heb die allemaal samengenomen in mijn website. Omdat het dan makkelijker is voor de luisteraar om eigenlijk af te wisselen. Te kijken wat doet die muziek met u enzovoort. Natuurlijk, veel mensen denken muziek is een ontspannende bezigheid, maar ik probeer in het boek eigenlijk aan te tonen dat je via verschillende soorten muziek ook heel veel leert over onze maatschappij, maar ook vooral over wat voor luisteraar jij bent en welke impact dat cultuur en biologie eigenlijk op jou heeft als luisteraar. Ja, mooi. Je pakt ook echt die twee kanten eruit. Hè? Die culturele kant, maar ook de biologische kant. Je bent niet reductief wat dat betreft. Nee. Je schetst echt heel veel verschillende structuren in onze geest, in ons lichaam en in onze cultuur die bijdragen aan precies wat jij net noemt, dat muzikale thuisgevoel. Er spelen heel veel elementen samen in het creëren van zo'n gevoel, wat ook voor heel veel verschillende mensen ook weer uniek is. Dat beschrijf je ook wel. Hè? Ja. En het mooie aan je boek is dus precies wat je zegt. Je geeft ongelooflijk veel muzikale voorbeelden om ook jouw theorieën over het oprekken van je thuisgevoel, om dat te ondersteunen. En je verdeelt dat boek dus ruwweg in 6 categorieën. Mm-hmm. 6 algemene, je zou bijna kunnen zeggen. Ik zeg luistervormen altijd, denk ik een goede term is om te duiden dat je op verschillende manieren kan luisteren, maar vooral elke soort muziek kan ook soms een ander luistergevoel opwekken. En natuurlijk, die luistervormen heb ik een bepaalde naam gegeven, maar die zijn volledig subjectief. Precies. In die zin, ik heb daar over nagedacht van hoe kan ik dat nu benoemen? Want wij hebben vaak de neiging als we over muziek te praten, dan gaan mensen vaak over heel veel groepen tegelijkertijd praten, heel veel componisten, en dan is er weinig structuur aanwezig. Ik dacht van, ik kan dat oplossen door in luistervormen te werken. En die fundamentele luistervorm die eigenlijk
belangrijkste is om te onderzoeken, is wat ik onvoorspelbaar luister noem. En dat is eigenlijk heel rechtstreeks verbonden met heel dat muzikaal thuisgevoel. Want het is eigenlijk zo dat elke mens door zijn biologie eigenlijk de neiging heeft om vooral te luisteren naar voorspelbare muziek. En dat heeft heel veel te maken met ons brein, dat eigenlijk... Ja, als ik terug zou keren naar vroeger, dat is op zich wel interessant om even te doen. De Homo sapiens, of de, we noemen onszelf soms ook de Homo sapiens sapiens, een soort laatste mens, evolutionaire stadium van de menselijke soort. Van de mens bestaat, zeggen ze, 300.000 jaar, zoiets. En van die 300.000 jaar hebben wij 280.000 jaar in een omgeving geleefd waar geluid eigenlijk een zeer functionele rol had. Geluid had een rol van waarschuwing, van signaal, had een signaalfunctie. Als we geluiden van vogels hoorden bijvoorbeeld, dan wisten we misschien, er is misschien een prooi in de buurt, de vogels vliegen weg, dat kan gevaarlijk zijn. Het geluid van water was voor ons bijvoorbeeld een signaal voor vruchtbaarheid, en zo verder. En wij hebben eigenlijk die geluidssignalen, die hebben we eigenlijk altijd in een heel groot deel van onze geschiedenis, hebben we dit eigenlijk totaal niet gelinkt aan iets zoals muziek. Ja. Of muzikale betekenissen, of wat dan ook. Of schoonheid. En dat heeft nog altijd een bepaalde impact op ons brein. Omdat we eigenlijk... het geluid had vroeger een overlevings... een nut voor overleving. Als je goed kon inschatten welke geluiden dat er gingen komen, dan konden we ook beter overleven. Precies. En dat had dus eigenlijk een functie in voorspellendheid. Dus als we dingen konden voorspellen, dan wisten we dat we meer kans hadden op overleven. En dat pasten we toe in verschillende dingen in ons dagelijks leven, maar ook in onze beleving met geluid. En dat heeft nog altijd impact vandaag. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we bijvoorbeeld muziek of geluiden die niet echt passen in dat thuisgevoel ook vaak op een heel angstige manier gaan beleven. Omdat eigenlijk dat brein nog altijd denkt van ja, dat is gevaarlijk. Ja, heel eenvoudig gezegd. Want er zit natuurlijk een hele biologie van hormonen en neurologische kwesties en zo achter ook. Hè. Maar dat is wel belangrijk om mee te pakken in dit verhaal. Dat zorgt ervoor dat mensen eigenlijk van nature uit niet per se te springen staan om dit boek te lezen. Precies, mensen zijn niet van nature uit avontuurlijke luisteraars eigenlijk. Ze zoeken herkenning in hun gehoor. En dat weten natuurlijk de streamingdiensten vandaag heel goed. Hè. Spotify die werkt met algoritmes en Discover Weekly of kijken naar gelijkaardige muziek die past bij jouw smaak. Ja, jij houdt van dit. Misschien vind je dit ook mooi. En mensen denken dan, is waar. Ik herken een soort melodie of wat dan ook. En dan krijg je eigenlijk wat ik noem een beetje gewoonte luisteraars. Geen problemen mee op zich, maar het is interessant om ook wel eens dat oor te verbreden. En dat probeer ik te doen met die luistervorm. Precies, want een van de rode draden doorheen je boek, en er zijn er een aantal, maar een van de belangrijkste zou ik zeggen ligt precies in die term waar ik net over had. Dat onvoorspelbare opzoeken. Ja. Je onderscheidt, misschien is het leuk om daarmee te beginnen, je onderscheidt ruwweg 6 luistervormen. Mm-hmm. De eerste is dus ook het onvoorspelbare luisteren. Ja. Dan ga je het hebben over het non-etnische luisteren. Mm-hmm. Dan ga je het hebben over het atonale luisteren. Dan ga je het hebben over het transgressieve luisteren. Over het onechte luisteren. Dat is de allerlaatste. En het tijdloze luisteren. En het tijdloze luisteren. Die 6 categorieën. Het leek me heel leuk om in dit gesprek te proberen om mensen een beetje mee te nemen in die verschillende luistervormen. Te illustreren wat we daarmee bedoelen. Ja. Aan de hand van muziekstukken die jij zelf hebt geselecteerd voor dat doel. Mm-hmm. We gaan ook wat stukjes van die muziek hierin klippen in dit gesprek. Dus mensen kunnen meeluisteren terwijl wij het er ook over hebben. Mm-hmm. Ik ben heel benieuwd wat mensen gaan vinden van de muziek. Voor mij was het een ongelofelijke ontdekkingstocht. Ja. Meteen het eerste nummer dat je meteen al aandraagt. Daar gaan we nu eerst even naar luisteren. Ja. Dat is een nummer van Kebrus. Zogenaamd gecomponeerd in 2037. Het is ook ongelooflijk futuristische muziek. Mm-hmm. Laten we daar eerst even naar luisteren. Ja. En misschien kan je dan kort even wat commentaar geven daarop.
Oké, Thomas. Wat heb jij te zeggen over dit buitennissige muziekwerk? Ja, Quaybris is eigenlijk een artiest die ik heb ontdekt door toen ik 's nachts naar Clara aan het luisteren was. Een zender in Vlaanderen die klassieke muziek draait eigenlijk, maar 's nachts soms ook een aantal eerder avontuurlijke programma's heeft. Het is een producer die volgens mij heeft een Britse achtergrond, denk ik. Maar hij maakt eigenlijk... Als ik die muziek hoor, dan denk ik vaak aan EDM-achtige muziek. EDM is eigenlijk een genre dat in de jaren 90 is ontstaan. En Boards of Canada, Oldticker, ja, zijn zo bands dat mensen wel nog kennen. Dus electronic dance music. Ja, electronic dance music. Intelligent dance music eigenlijk. Okay, ja. Dat eigenlijk verwijst naar een soort intelligente vorm van dance muziek. En dus daar kon ik wel een soort... Had ik toch een referentiekader. Ja. Maar wat die Quaybris toch op een heel bijzondere manier doet, is dat hij gaat echt alle kanten uit. Dus hij neemt je mee op een patroon en gaat dan eigenlijk dat patroon terug afbreken. En dat is iets heel typisch aan wat ik dan onvoorspelbare muziek noem, of onvoorspelbare geluiden. Dat is heel moeilijk voor ons brein om eigenlijk ons idee van voorspelling daarop toe te passen. En veel mensen vinden dat heel vervelend, gaan daar ook echt bepaalde emoties van afkeer en angst bij voelen. Dat verklaart natuurlijk waarom dat zo'n Quaybris ook niet direct de meest populaire artiest is op deze wereld. Die zie je snel de Grammys terug, waarschijnlijk. Nee, voilà. Maar het is interessant dat sommige mensen daar wel heel sterk naar op zoek gaan. En dat wat we ook een beetje proberen verklaren. Van waar komt eigenlijk die passie van sommige mensen juist wel voor dat onvoorspelbare? Nu, daaruit blijkt eigenlijk dat wij... Ons brein is misschien wel getriggerd om gewoontes en patronen te zoeken. Maar we kunnen onszelf ook trainen om eigenlijk in muziek te kruipen die juist die patronen tegengaat. En op een paradoxale manier kunnen we dat ook leren voorspellen. Dus we kunnen eigenlijk het onvoorspelbare leren voorspellen en appreciëren. Want dat voorspellende orgaan, we kunnen dat niet uitschakelen. Hè. Dat gaat er altijd zijn. Dat heeft ook te maken met onze persoonlijke geschiedenis van luisteren. Het kan zijn dat mensen die bijvoorbeeld naar Quaybris luisteren, al van jonge leeftijd, heel veel verschillende elektronische muziek hebben geluisterd en dat deze muziek niet zo speciaal overkomt voor hun. Maar voor iemand die niet thuis is in die wereld, is dat veel onvoorspelbaarder dan ook. Dus je hebt daar ook... Ja, elke persoon is uniek. Hè. We hebben dat brein, we hebben dat persoonlijke, maar we hebben ook nog een cultureel aspect. Precies. Hè. En dat cultureel aspect is ook belangrijk om mee te pakken, omdat er is niet zoiets als een hoofdcultuur, maar we hebben wel allemaal een bepaalde culturele bagage. En de meeste mensen die in België en in Nederland opgroeien bijvoorbeeld, die krijgen een westerse bagage mee. En die westerse bagage, die heeft ook bepaalde typische fenomenen. Wij houden bijvoorbeeld heel sterk van consonante klanken. Van klanken die samen op een goede manier samenklinken, die niet dissonant zijn. Versus dissonant, precies. En Quaybris gaat daar ook mee spelen om dat juist niet te doen. En dat zorgt ook bij veel mensen voor een onaangename situatie. Maar ik zeg het, je kan dat dus trainen om wel die onvoorspelbaarheid te leren accepteren of te leren omarmen. Quaybris is maar één voorbeeldje van heel van het hoofdstuk dat ik daar behandel. Er zijn heel wat andere interessante voorbeelden. Bijvoorbeeld ook in de klassieke muziek, waar er zoiets is als aleatorische muziek, waar ze eigenlijk letterlijk de compositie van muziek gaan samenstellen aan de hand van het gooien van dobbelstenen. Precies. Dus ze noemen dat ook wel dobbelsteenmuziek. Ja. Heel fascinerend. John Cage is daar een bekende componist in. Dus waar het toeval een centraal onderdeel eigenlijk van de hele compositie wordt. Uitmaakt. En elke compositie wordt daardoor ook anders. Ja. Een heel bekend voorbeeld van hem is gebaseerd op radio-uitzendingen. Dus waar uiteindelijk uitvoerders een radio, een draagbare radio als instrument gebruiken. En eigenlijk enkel aan de volumeknop en aan de knop van de frequentie konden draaien. En dan op basis van dat eigenlijk een compositie samenstellen. Nu, heel veel mensen krijgen als eerste reactie, dat is toch een beetje onnozel. Of hoe dat wij in Vlaanderen dat zeggen, misschien ludiek. Hè? Dat zeggen ze dat ook wel in Nederland. Nu, ik vind het wel interessant om zo'n voorbeelden te onderzoeken, omdat die wel ooit officieel als muziekstuk zijn uitgebracht. Dus het heeft ook een bepaalde waarde om te kijken naar muziekstukken die totaal buiten de logica van veel mensen hun luistergedrag zitten. En zo kan je ook gewoon jezelf trainen om ook open te staan, denk ik, voor
emoties die we misschien dagelijks ook proberen mijden. Want bij mij, voor mij hangt dat ook samen. Als je onvoorspelbare muziek luistert, ga je ook emoties tegenkomen die je niet gaat linken direct aan ontspanning, bijvoorbeeld. Maar die bijvoorbeeld op een andere manier een verhouding tot vanzelf inzicht eigenlijk kan teweegbrengen, denk ik. En dat is ook mijn doel een beetje geweest, zeker in die eerste luistervorm, om mensen daar gevoelig voor te maken. Want alle andere luistervormen komen een beetje voort uit die onvoorspelbaarheid. Omdat onvoorspelbaarheid zie ik altijd als een soort van kern van... Of de voorspelbaarheid eigenlijk, als een soort kern van uw muzikale... Van uw muzikaal thuisgevoel. En dat kan natuurlijk in een aantal dingen zitten ook. Hè? Ik heb wel eens een grappig voorbeeld gezien van een politiek commentator, Ben Shapiro. Die heeft het dan over muziek. Wat volgens hem muziek is en waarom hip-hop geen muziek is. Ja, precies. Want muziek bestaat uit 3 componenten: melodie, harmonie en ritme. Ja. En je hebt eigenlijk geen melodie en harmonie in hip-hop, dus dit is al geen muziek. Ja. Nou, was ik aan het denken, hij zou dus die Quebrus eens moeten luisteren. Want daar verlies je eigenlijk al die elementen: ritmiek. Harmonie, melodie bestaan daar totaal niet meer. Ja, het wordt een soort... steeds een esthetische ervaring qua klankbeleving. Het wordt een soort palet van klank dat natuurlijk wel nog bepaalde ritmes heeft, maar die zijn niet per se... dat zijn geen klassieke ritmes die wij gewoon zijn. Dus onze verwachtingspatronen die we eigenlijk hebben, worden constant in vraag gesteld. Maar het interessante is ook dat we dat eigenlijk... dan pas bewust van worden dat die er zo zijn. Zo aanwezig zijn, die patronen. En dat vind ik interessant. Want heel veel van de patronen die we meekrijgen, die zijn ontstaan op een heel onbewuste manier. Door onze culturele, muzikale opvoeding, door onze persoonlijke luistergeschiedenis, door ons brein dat al zo lang in een bepaalde situatie zit. En net dat maakt het eigenlijk zo interessant, omdat het ons zelf bewust van maakt van wat voor luisteraar we zijn. En ja, ik denk... die muzikale smaak of die muzikale definitievorming die daar dan aan vasthangt, die is er bij iedereen uiteraard. En ook bij muziekcritici die bijvoorbeeld recensies schrijven over muziek en zo. Maar ik vind dat er vaak te weinig wordt stilgestaan bij hoe dat die ontstaan is. En veel, ik vind het een beetje jammer dat de discussie soms zo gaat over van ja, ik heb een goede smaak en jij niet of zo. Bijvoorbeeld heel... Om op flessen te trekken van ja, Justin Bieber en Beethoven kan je toch niet met elkaar vergelijken? En dan denk je van ja, misschien niet inderdaad, maar waarom willen we... We zijn veel bezig met ons ego te verdedigen, denk ik, als we luisteren. En als we dat proberen verkondigen aan anderen, onze smaak, dan komt er heel vaak een vorm van ego bij kijken. Ik denk dat het interessant is om dat ego eens te gaan onderzoeken en te gaan kijken van ja, hoe is dat ontstaan? Welke geschiedenis heeft dat? En dan pas te praten over onze smaak als een soort objectief gegeven of zo. Want dat is het niet. We zijn allemaal mensen van vlees en bloed en we hebben een enorme lange geschiedenis in onze biologie, in onze cultuur. En die wou ik vooral blootleggen. En ja, kijk, het onderzoek gaat dan een beetje verder naar bijvoorbeeld wat ik dan inderdaad dat niet... of dat multi-etnische luisteren noem. Waar ik ook een beetje meer ga inzoomen op de invloed van onze westerse cultuur. Precies. Op eigenlijk heel de wereld vandaag de dag. En ja, daar kom je dan een aantal heel interessante muziekcultuur tegen die daar toch proberen zich van los te trekken. Hè. Ik heb eigenlijk gaan kijken van... Hoe heeft de kolonisatie ook eigenlijk een invloed gehad op de verspreiding van westerse muziek doorheen heel de wereld? En hoe heeft dat ook impact gehad op ons luistergedrag en het muzikaal thuisgevoel dat eigenlijk 90% van de mensen in de wereld heeft? Want wij praten heel vaak over andere culturen vanuit dat westers perspectief. Ja. En dat is ook heel vaak het geval bij muziek. Ja. Je geeft op een gegeven moment ook een mooi voorbeeld van hoe de dialoog eruit kan zien. Dus hoe je enerzijds, dat beschrijf je ook, ik zal je daar zelf nog een beetje het verhaal laten vertellen, maar je beschrijft ook hoe er ook in het begin van de 20e eeuw en in de loop van de 19e eeuw er ook een fascinatie staat met veel westerse muzikanten, ook vanuit een antropologisch oogmerk. Mm. Niet alleen muzikanten, ook geleerden en wetenschappers in wereldmuziek, of wat laterhand zo genoemd wordt, of in verschillende soorten volks. Muziek die herontdekt worden. Mensen gaan dat ook onderzoeken. Mensen gaan dat opnemen. En er ontstaat inderdaad zo'n dialoog. Waarin enerzijds westerlingen gaan zich ontvankelijk opstellen voor andersoortige muzieksoorten. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd brengen ze ook hun eigen normen en waarden van muziek mee die andere culturen in. Ja. En op een gegeven moment geef je een mooi voorbeeld van de Zwartvoet-Indianen. Ja. Die zelf een zeer
voor ons niet voorspelbare muziekstijl hanteren. Mm-hmm. Misschien is het leuk om eerst even te luisteren naar een van de opnames die je daarvan doet. Authentieke opnames die zijn gemaakt, echt al in de jaren... Ja, door, maar ik kan het misschien subiet vertellen door wie dat ze gemaakt. We gaan eerst even luisteren en dan mag je even luisteren. Dus dit is muziek van de Zwartvoet Indianen. Oké, Thomas, wat kan je ons over vertellen over deze moeilijk in het gehoor liggende muziek? Ja, dus heel veel mensen hebben hier een bepaalde reactie bij. En die is heel vaak van, wat klinkt dat nogal primitief? Mm. En dat vind ik een heel interessante term, primitief. Vooral omdat als je eventjes een beetje context geeft, die muziek die is opgenomen door Bruno Nettel, een etnomusicoloog, heel bekend figuur in de etnomusicologie. Jammer genoeg 2 jaar geleden overleden. Overleden. Maar is aan COVID gestorven, zelfs, denk ik. Dus... Maar hij was een bekend figuur in die etnomusicologie en hij heeft eigenlijk zo authentiek mogelijk de vocale muziek van die Zwartvoet-Indianen proberen opnemen. Zwartvoet-Indianen is een volkscultuur, een volksstam, ergens aan de grens tussen Amerika en Canada. Ja. De staat Alberta eigenlijk, daar ergens wonen zij. Zij zijn niet met heel veel meer, maar zij hebben contact met de westerse beschaving. Maar zij hebben toch een beschaving zelf opgebouwd die weinig invloed heeft van die westerse... die weinig inmenging heeft van die westerlingen. En dat is wel interessant, omdat je dan een soort isolaat krijgt die je kan onderzoeken. Die muziek is heel vocaal en heeft enkel wat ritmische percussies soms in zich. Heel veel mensen gaan dat vaak als primitief gaan aanschouwen, omdat het eigenlijk... blijft vaststeken dan in een soort, wat wij dan een beetje kleinburgerlijk soms oerwoudmuziek noemen. Precies. En ik vind het wel interessant, omdat die Bruno Nettel probeert eigenlijk op te zoeken naar een ethische manier om die zaken ook weer te geven, zonder dat eigenlijk te gaan commercialiseren of te verwesteren. Want wat er dan wel soms ook gebeurt, is dat bijvoorbeeld die soort muziek in die streken daar, in Alberta, ook door andere grotere labels en muziekmaatschappijen eigenlijk wordt omgezet in een soort kindvriendelijke versie. Daar hebben we ook een versie van. Misschien leuk om daar ook even kort naar te luisteren. Dit vond ik hilarisch. Ja. Looney Tunes. Ja. Van ook een groep Zwartvoet Indianen. Dus een heel ander, ik bedoel dezelfde muziek, een stuk beter hoorbaar, maar duidelijk niet, dit is niet traditionele Indiaanse muziek. Ze zingen de Looney Tunes. Ja, en het is ook niet uitgevoerd door door mensen van die stam. Okay. Het is zo dat ik weet niet alle details van de opname, maar ik weet wel dat er dat er wel connecties zullen geweest zijn. Ja. Ja? Maar het is zeker niet enkel... de Zwartvoet-Indianen die daar een rol... Ik betwijfel het ook dat zij dat echt volledig goedgekeurd zouden hebben, eerlijk gezegd. Maar ja, los van die juridische kant, vind ik het gewoon ergens lachwekkend dat er heel veel pogingen worden gedaan om eigenlijk iets dat blijkbaar heel ontoegankelijk is, namelijk die muziek van de Zwartvoet-Indianen, om die dan blijkbaar toegankelijker voor te stellen dan ze iets. Maar dan krijg je een soort van rare...
idee dat eigenlijk muziekmaatschappijen zou moeten bepalen naar wat we moeten luisteren. En dan krijg je ook een soort idee dat die muziek van die zwartvoet-indianen sowieso niet voor ons bestemd is. Mm. Wat volgens mij niet klopt. Ik denk, het is een probleem dat wel vaker gebeurt, denk ik. Hè. Radio's die bijvoorbeeld ook zeggen, een nummer mag maar drie minuten zijn, ja. Want dan heeft de luisteraar al geen aandacht meer. Zie. Maar ja, dan ga je eigenlijk, denk ik, de luisteraar op een beetje een bepamperde manier behandelen. Want ja, ik denk dat er genoeg luisteraars zijn die nummers van 20 of composities van 20 minuten aankunnen, bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dat hier een beetje eenzelfde kwestie is. Het is ook soms een beetje ja, pijnlijk om te zien dat wel heel veel van die volksmuziek die uit die volksstammen komt, echt wel verdreven is geweest doorheen vooral de 20e eeuw. Dus je zei er net ook van, er zijn inderdaad veel klassieke componisten die in het begin van de 20e eeuw vooral heel geïnteresseerd waren in volksmuziek en die daar ook elementen zijn gaan meenemen. Debussy, ja. Stravinsky, ja. Schönberg en zo waren daar allemaal heel geïnteresseerd in. Maar het probleem is dat als je iets komt halen, laten we zeggen, in een volksstam, dan laat je die volksstam natuurlijk niet onaangetast achter. En die vraagstelling die wordt te weinig, is volgens veel de muzikologen ook te weinig gesteld. Hè? Van, je maakt iets kapot ook als je ongewenst langskomt. Hè? Het is een beetje de vraag. Culturele invloeden is normaal, hè? Is een normaal proces. Maar er zijn ook gewoon heel veel muziekculturen echt letterlijk geplunderd en verdwenen doordat eigenlijk de Westerlingen eigenlijk langskwamen en op een heel dwangmatige manier eigenlijk de cultuur eigenlijk begonnen omkeren. En dan krijg je natuurlijk heel dat vraagstuk van ja, kan je eigenlijk die muziek wel in een andere context beluisteren? Je hebt dat vraagstuk in Nederland ook gehad met Indonesische gamelan-muziek. Ja. Gamelan-muziek is ook muziek dat in een gemeenschap vaak wordt gespeeld. De vraag is of die gemeenschap zelf vertaald kan worden naar de westerse concertpraktijk. Want in heel veel andere volksculturen, zeker die volksstammen waar ik nu over spreek, die hebben eigenlijk niet zoiets als een concert. Een concert zelf is eigenlijk een heel westers gegeven, dat ontstaan is op een twee eeuwen geleden zoiets. Hè. In 1800 konden mensen eigenlijk naar concerten gaan zoals dat we nu doen. Tickets kopen en dan zo. Dan wordt eigenlijk dus muziek ook een vorm van vermaak voor een culturele elite op een bepaalde manier. Maar dat is ook iets wat je... Ja. Dan gaat dat al te ver, maar inderdaad, dat is natuurlijk ook, je hebt ook volksmuziek daar. Ja, voilà, want vermaak is natuurlijk... Volksmuziek is al veel ouder. Ja. En wordt ook gewoon vaak door entertainment en vermaak op straat uitgevoerd voor feesten. Maar dat heeft altijd een soort functionele reden gehad. Dat dan een soort ritualistische element of dat diende dan voor een viering van een verjaardag of van een trouwfeest. Precies. Of wat dan ook. Maar echt het concert gaan gebeuren is eigenlijk vooral 1800 en later. Wij vergeten dat vaak, want de klassieke muziek die bijvoorbeeld voor 1800 gemaakt is, Bach bijvoorbeeld, ja. die is heel lang niet uitgevoerd geweest. Die is eigenlijk pas in 1825, 50, die periode, eigenlijk terug binnengebracht door een aantal componisten van toen in het concertleven. Dus wij denken heel vaak ook, de klassieke muziek is eigenlijk ook iets heel typisch. De kanon met zijn eigen organische ontwikkeling. Ja, met zijn etiketten, het stilzitten op een stoel en zo. Dat is eigenlijk allemaal iets dat vrij recent is ontstaan. En die ook ergens absurd is om toe te passen, denk ik, op muziek van volksstammen. Je geeft op een gegeven moment ook een heel mooi voorbeeld daarvan, van een etnische groep waarvan ik de naam nu even niet kan reproduceren. Die wonen in die paalwoningen. En daar illustreren... Ja, de Kalulis. Ja, ja. Ja. En die Papua Nieuw-Guinea. Exact. Ja. Die hebben een veel... Het is natuurlijk grappig dat je ook zegt Papua Nieuw-Guinea. Daar heb je ook ongelooflijk veel mooie exotische vogels. Mm-hmm. Paradijsvogels. En de vogel speelt ook in de religieuze cultuur van deze groep een belangrijke rol. En ook de muziek heeft daar iets mee te maken. Ik vond dat een fascinerend
fascinerende passage ja, in het boek. Ja, ik dacht, ik moet toch inzoomen op één van die muziekculturen. Ja. De Zwartvoet Indianen was er ook eentje van. Maar bij de Kalulis ben ik echt heel diep gegaan. Zij leven ook met heel weinig. En ze hebben een vorm van vogelmuziek, wat ze noemen. Zij baseren ze eigenlijk... Er zijn heel veel vogels, zoals je zegt, in die streken. En zij gaan eigenlijk goed luisteren naar die vogelgeluiden. En zij proberen dat te verwerken in hun eigen gezangen. Dus zij zien dat ook als een soort ritueel, omdat ze geloven dat de vogels eigenlijk dode mensen zijn. En als in hun religie ontstaat eigenlijk het idee dat als je doodgaat, dat dan je in een vogel verandert. En het interessante daaraan is dat het doodgaan zelf voor hun eigenlijk te maken heeft met het weggaan van de collectieve gemeenschap. Zij zijn echt een collectieve cultuur. Helemaal anders dan hier in Nederland. Dus een individu is eigenlijk waardeloos in hun idee. En ook hopeloos. In die zin van, je kan niet alleen overleven. Je hebt de anderen nodig. En als je een individu wordt, dan ga je eigenlijk dood. Dus daar zit ook een hele traditie van legendes in. En een individu die verandert dan in een vogel. En die vogel gaat dan eigenlijk, om ook te overleven in het dodenrijk, leven bij de andere vogels in het bos. Er zit dan eigenlijk een hele metafysica in. En die metafysica die uit zich dan in die muziek, die eigenlijk ritualistisch is en die elke dag plaatsvindt en waar dat de mensen eigenlijk een poging doen om eigenlijk de vogels te imiteren. En daar krijg je eigenlijk een soort communicatie met de doden dan. En dat is voor hun een essentiële manier om eigenlijk te overleven, omdat die gemeenschap van de doden en van de levenden in stand moet gehouden worden. Schitterend. Dus daar zit eigenlijk een schitterende... Zo ontroerend. Ja, er zit een ontroerend aspect in. Ja, en het is een heel bijzondere gemeenschap, omdat het ook effectief... zichzelf ook niet... Het isoleert zichzelf niet per se. Het leeft... In een cultuur, maar ze laten etnomuzikologen wel binnen, snap je? Ja. Ze zijn niet vijandig of zo. Nee. Ze zijn heel... Er zijn pogingen gedaan om hun te onderzoeken en dat is ook gelukt. En het is heel interessant om naar die muziek ook te luisteren, al vanuit een westerse praktijk, omdat daar ook het luisteren zelf eigenlijk als zijnde zitten op een stoel of staand bij een concert... eigenlijk een heel andere rol speelt. Het is echt een samen een soort ritueel doormaken en een soort glijmiddel eigenlijk om de gemeenschap te verstevigen. En dat is denk ik toch iets dat wij vandaag de dag in het Westen wel wat missen. Oké, de concerten zijn ook voor veel mensen een glijmiddel van verbinding. Maar ik denk in die culturen is het gewoon veel steviger, veel intenser, veel emotioneler ook. Ja. Ja. En heeft het echt een soort leven levendig... Allez, het is echt noodzakelijk om voor te leven. Absoluut. En dat is heel inspirerend. Precies, zoals je beschrijft, heeft het echt een functie bijna in het... In het balans houden van het kosmische spel zelf. Ja, het is echt een functie in de sociale stratificatie van de lagen van die samenleving. Want ze zijn denk ik met een 30.000 zoiets van de Kalulis, maar je hebt dan ook nog een aantal andere stammen die daar rondhangen. Ja... Dat is echt heel boeiend om te zien en heel belangrijk, denk ik ook, om daar iets van mee te nemen. Hè. Dus om daar inspiratie uit te halen, maar hun wel hun ding te laten doen als ze daar zelf niet voor openstaan. Om laten we zeggen, bijvoorbeeld praktijken aan ons te geven, dan vind ik dat je dat moet respecteren. En dat is jammer genoeg niet altijd gebeurd. In die kolonisatie is er heel veel culturele uitwisseling geweest die gedwongen was. Ja. En daar heb ik wel mijn vragen bij beginnen stellen. En dat zorgt in heel veel landen vandaag voor heel veel interessante discussies. In Canada heb je dat met de Inuit-bevolking bijvoorbeeld, die ook enorm zijn uitgebuit geweest en die nog altijd enorm lijden onder misbruik en alcoholproblemen. Precies. Enzovoort. En heel veel zelfdoding. En daar wordt ook de vraag gesteld van ja, hoe kunnen we die muziek, die traditionele muziek van die mensen, toch ook levend houden in een praktijk die misschien westers is, maar die wel goedgekeurd is door de Inuits. Dus daar krijg je een heel interessante zoektocht. En er is een aantal... Er is bijvoorbeeld een voorbeeld in het boek waar ook een persoon die eigenlijk Inuit roots heeft, ook de dialoog aangaat met de westerse muziek, maar op een dissonante manier. En dat is interessant, want die dissonantie die speelt een essentiële rol in de
cultuur van de Inuits. Dus het dissonante geluid is voor hun veel belangrijker dan het consonante geluid. Dus die harmonie die wij heel kenmerkend en centraal stellen in de westerse cultuur, wordt daar eigenlijk op zijn kop gezet. Maar in dat werk dat zij maakt, probeert zij die communicatie wel te behouden tussen die twee culturen en is er een soort afwisseling tussen die dissonantie en die consonantie. En dan krijg je gewoon een heel nieuw soort muziek die enorm inspirerend kan werken. Ik vond het een heel mooi voorbeeld ook, omdat het inderdaad iets zegt over een begin van de jaren 20, vooral in Berlijn, zijn er heel veel verschillende soorten religieuze groepen zijn met elkaar in gesprek. Onder andere omdat men na de Eerste Wereldoorlog ook zich herbegint te bezinnen op wat de rol is geweest van de verlichting en van de rationaliteit en de ontwikkelingen in het Westen. Men krijgt ook het idee van we moeten eigenlijk ook zoeken naar een manier om opnieuw andere vormen van waarheidsvinding, andere vormen van spiritueel zijn en zo, ook weer een centrale rol in het leven te geven. Maar je ziet natuurlijk wel, er zijn heel veel gefragmenteerde religieuze groepen en die kunnen niet zomaar tot elkaar gereduceerd worden. Nee. Je ziet dan heel sterk twee soorten strategieën. Enerzijds wat men noemt dus een soort van syncretisme. Nou, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in die tijd is bijvoorbeeld de theosofie is heel groot. En dat is eigenlijk een soort van lintje buur bij allemaal verschillende religies. En we zeggen, ze deden eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Dus we toveren van al die religies, maken we één religie. Dat is natuurlijk de theosofie, de oerreligie op een bepaalde manier. Dat is meer een syncretistische benadering. Ze gooien het allemaal bij elkaar en zeg je, het is eigenlijk allemaal precies hetzelfde. Ja. Dan heb je ook een ecumenische benadering, wordt dat. En dan gaat het veel meer over hoe diverse groepen met elkaar, religieuze groepen met elkaar in contact treden, om juist in de verschillen tussen die ideologieën of die opvattingen, daarin een gevoel te krijgen voor dat wat altijd ontsnapt aan de menselijke beleving. Dus dat je juist het goddelijke ervaart in de leegte tussen die contacten. En daar moest ik heel erg aan denken toen je die passage beschreef. Over de relatie tussen Bach, hele klassieke westerse muziek, en dan deze Inuit muziek. Maar ze worden nooit tot elkaar gereduceerd. Het is juist ergens doordat ze niet, doordat ze juist in die spanning blijven bestaan, krijg je zicht in de muziek die daarachter ligt op een bepaalde manier. Ja, en die spanning zelf wordt eigenlijk ook niet weggewerkt om juist ook die spanning tussen die culturen te belichamen. Omdat er is, dat zeggen ze ook wel vaak in die, ik ben nu juist zelf in Canada geweest en ik vond het heel interessant om die Inuit musea en zo ook te bezoeken. En het interessante is ook, er zijn ook sommige culturen die gewoon niet willen met elkaar in contact komen. Inuits zijn niet per se daar het beste voorbeeld van, maar het is wel interessant dat die spanning die ontstaat ook niet per se opgeheven moet worden van hun. Het is niet de bedoeling dat wij per se allemaal dezelfde verzoeningspraktijken of zo hebben. En dat is interessant om mee te pakken, omdat de morele waarden enzovoort natuurlijk ook soms botsen in die culturen. En ja, wij geloven heel hard in die globalisering en in het feit dat er heel veel cultuur dichter bij elkaar komen. Maar soms mag die spanning ook gewoon blijven bestaan. Precies. Zolang dat geen weldadige spanning oplevert, is dat op zich ook geen probleem. Ja. Want de absurditeit is ook dat wij die globalisering juist hebben gepromoot vanuit een vrij gewelddadig begin. Hè. We gaan daar ook niet flauw over doen. Dat de kolonisatie van Canada bijvoorbeeld enorm veel lijden heeft veroorzaakt destijds van de Fransen en de Engelsen. En dat dus, op heel recent ook nog artikelen uitkomen over misbruik van Inuit kinderen door medicale instanties daar en zo. Dat zijn natuurlijk hele jonge berichten die daaruit komen over wat moeilijke geschiedenis van die van het hegemoniseren van die cultuur in de westerse cultuur op een bepaalde manier. Ja, en zelfs nu met de bosbranden daar wordt er meer en meer gekeken naar de Inuit-bevolking om terug meer het bosbeheer over te nemen, omdat zij daar gewoon veel meer kennis van hebben, omdat ze daar al veel langer in leefden. Dus ze zoeken ook wel naar die communicatie, maar er is enorm veel schade berokkend dat toch wel aandacht moet krijgen, denk ik. Ik vind het wel een belangrijk iets om daar ook bijvoorbeeld die muziek daarvan mee te nemen. Maar natuurlijk, je kan zo over heel de wereld wel een aantal spanningsconflicten tussen lokale, inheemse muziek versus westerse gekleurde muziek gaan onderzoeken. Er staan ook wat schitterende voorbeelden in je boek. Dus opnieuw inderdaad aanraden mensen. Sowieso, daar gaat het hele gesprek natuurlijk over. Lees vooral dit boek. Het is echt een interessante, het is een hele leerzame ervaring. Eén manier dus inderdaad om je eigen muzikale thuisgevoel te bevragen is door te kijken naar muziek die elders ter wereld wordt gemaakt. Maar we hebben natuurlijk ook interessante, binnen de context van de westerse
muziek, of de westerse kanon wordt het dan vaak toch genoemd, is er ook op een gegeven moment een beweging geweest. De atonale muziek, later ook wel doorontwikkeld in de dodecafonie, of de twaalftoonsmuziek. Bekende figuren zijn Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg, je noemde er een aantal. Ja. Dat is de derde luistervorm die je introduceert. Leuk om even te luisteren naar een kort atonaal stuk. Kinderstuk, zeg maar kort, duurt nog geen minuut, van Anton Webern. Dat geeft mensen een beetje een idee waar we het over hebben, als we het hebben over atonale muziek. Ja. Nou, Thomas, ik hoor wel allemaal tonen. Atonale muziek, wat ja, dus dat? Ik kan er heel lang over uitweiden, maar ik probeer het kort samen te vatten. Dus je hebt atonale muziek die eigenlijk ontstaan is begin 20e eeuw. Inderdaad, Anton Webern is een heel bekend figuur daarin. Was een leerling van Schoenberg, die eigenlijk een beetje de grondlegger van die beweging wordt gezien. Nu, dit stuk is eigenlijk een volledig atonaal stuk, omdat het eigenlijk geen enkele noot komt twee keer voor. In die zin, je hebt... klassiek gezien worden eigenlijk de meeste muziekstukken geschreven binnen het 12-toonsysteem. Waar dat er eigenlijk elke toon komt vaak meerdere keren voor, voordat eigenlijk een andere een belangrijke rol begint te spelen. Waarom 12 tonen? Ja, dat is het octaaf dat ook gewoon in de westerse muziek klassiek wordt gezien als een indeling van tonen die wij hebben beginnen gebruiken, die wij op een toonladder hebben geplaatst en waar wij een bepaalde logische verhouding toe hebben. Ik kan daar heel hard over uitweiden. Er zijn ook andere systemen. Maar dat is in de klassieke muziek in ieder geval wel een heel belangrijke geweest. Als jij op je piano probeert te komen van C naar de volgende C, een octaaf hoger, dan moet je dus 12 stapjes zetten. Ja, het is inderdaad heel handig om de piano als voorbeeld te geven, omdat je de 12 toetsen hebt. Ja, dus je hebt gewoon de witte en de zwarte toetsen. En het idee is eigenlijk dat de toonladder op een bepaalde manier is opgedeeld, dat er een aantal halve tonen zijn en een aantal hele tonen. En dan krijg je eigenlijk een aantal mogelijkheden om daar van alles mee te doen. En de bekendste mogelijkheden zijn in de mineur en de majeur geschreven. En wat eigenlijk het idee van tonale muziek is, is dat eigenlijk er altijd een toon is die een belangrijke waarde heeft dan een andere. Dus dat is eigenlijk een grondtoon. Heel eenvoudig gezien, voor mensen die niet zoveel muzikologische achtergrond hebben, is een grondtoon eigenlijk een toon die altijd blijft doorklinken in de muziek. En waar eigenlijk de andere tonen zich toe verhouden, en dat kan op een consonante manier, dat kan samenklinken. Bijvoorbeeld een terts kan heel mooi samenklinken. Het geluid van een dissonante klank is dan weer iets anders. Dat is een soort toon die eigenlijk in verhouding tot die grondtoon nogal wrangt. Nogal wringt. En daar kan je mee spelen. En heel veel klassieke muziek van voor 1900 heeft daarmee gespeeld. De romantische muziek, de klassicistische muziek, de oude... Gregoriaanse muziek, maar ook... Bach bijvoorbeeld, met zijn barokke muziek enzovoort. En dus je kan er heel veel mee spelen. Er zijn natuurlijk nog andere soort toonladers die je kan toepassen en zo, maar ik ga daar nu niet op uitweiden. Maar in 1900, begin 1900, ontstaat er eigenlijk een beweging die zich daartegen verzet en die grondtoon gewoon de vuilbak inkiepert. En die zegt van ja, we gaan eigenlijk die 12 tonen die we meestal gebruiken eigenlijk allemaal op dezelfde manier behandelen. We gaan die gelijkwaardig maken. Natuurlijk, context. Wereldoorlog 1, Wereldoorlog 2 ontstaat in die periode. Er is veel machtsverschuiving in de westerse samenleving. Dus er is een soort democratisering van de muziek, noemt hij Schoenberg dat eigenlijk. En Webern, die daar eigenlijk op inspeelt, die gaat met zijn kinderstuk hier eigenlijk een werk schrijven dat voor veel mensen overkomt als een soort kindje dat eigenlijk aan een kleine van laten we zeggen 5 jaar of zo die eigenlijk op een piano zit te tokkelen. Het interessante is dat daar noemt hij dat ook kinderstuk. En het interessante is dat veel mensen dat eigenlijk geen muziek vinden, omdat de meeste muziek die wij beluisteren heeft dat totaal schema in zich.
atonale muziek is voor veel mensen heel moeilijk om te verteren, omdat het onvoorspelbaar is. Omdat het niet echt die grondtoon heeft waar je naar terug kunt keren. Maar ook omdat onze culturele opvoeding heel gericht is naar die tonale muziek. En een heel goed voorbeeld dat ik daarbij kan geven, is eigenlijk het feit dat als kinderen doen wat Weber hier doet, namelijk precies tokkelen, heel willekeurig tokkelen, dan gaan ouders vaak niet echt een vorm van erkenning hebben. Maar vanaf dat er eigenlijk bijvoorbeeld toevallig een terts wordt aangeslaan door dat kind, dan hebben ouders zoiets van, ah, welkom in de wereld. Ja, precies, ja. En wat ik, Pieter Berger, een muzikoloog uit de KU Leuven, zegt altijd dat dat een beetje de ontdekking is van het K3-universum voor de kinderen. Hè. Dus, ja. Hij noemt dat ook wel een tonale viering. Hij zegt iets dat wij allemaal in onze westerse culturele opvoeding meemaken. Een soort moment waar we de tonale muziek leren kennen. Weberen vindt dat een moment waar het eigenlijk ook de luisteraar verengd wordt. Of dat de muzikant of de componist of gewoon de mens in C eigenlijk wordt vernauwd tot heel veel minder mogelijkheden. En zij hebben eigenlijk geprobeerd om dat terug open te maken. En dat heeft heel veel weerstand gehad. Zeker nog voor Weberen. Bij Schönberg, bij zijn tweede strijdkwartet bijvoorbeeld in 1908, zijn mensen echt woedend de zaal uitgerend. Zijn mensen beginnen roepen en gezegd van, ja, dit is een schande. In die tijd was het vaak een gewoonte om een ander stuk na een première te spelen. En dat was toen Beethoven. En er waren echt mensen die zeiden van, na het stuk van Schönberg dan van, verluchte zaal, hè? Want Beethoven moet nog spelen. Dat is echt letterlijk. De zaal moet gezuiverd worden. Ja, de zaal moet gezuiverd worden. En het is echt, het is interessant omdat die atonale muziek, en dit is nu maar een voorbeeldje, eigenlijk voor veel mensen klinkt het heel onvoorspelbaar en klinkt het heel willekeurig, maar eigenlijk is het een heel strak gestructureerd stuk. Want het stuk van atonale stukken die Weberen schrijft, die zijn eigenlijk zo gestructureerd dat elke toon van het 12-toonsysteem één keer voorkomt. Dus het heeft wel een structuur. Maar het is niet een structuur die gebaseerd is op die tonale structuren die we gewoon zijn. En het interessante is, we zijn 100 jaar later, of meer dan 100 jaar later, en eigenlijk is atonale muziek nog altijd verschrikkelijk moeilijk voor veel mensen. En dat heeft te maken met die lange geschiedenis van de westerse cultuur, die tonale geschiedenis, die heel sterk in ons muzikaal thuisgevoel is gekropen. En dat heeft volgens mij ook heel veel te maken met de controle die opwekt. Als westerling hebben wij graag controle. En die controle en die structuur die de tonale muziek biedt, speelt heel hard in op die controledrang. En er zijn bepaalde figuren zoals Adorno bijvoorbeeld, een bekende socioloog, filosoof ja. die daar ook veel over geschreven heeft en die heel grote fan was van atonale muziek. Ja. Die zegt ook eigenlijk dat ook een soort uiting is van een verlichtingsideaal dat eigenlijk veel te sterk is doorgeschoten eigenlijk. Maar ja, daar gaan we nu niet op uitweiden. Maar het is wel interessant dat die atonale muziek contact maakt met een neiging van controle die we moeten loslaten. En dat is interessant, denk ik, ook om te onderzoeken. Dat heb ik ook bij die luistervorm proberen doen. Precies. Ja, dat is precies wat je zegt. Het blijft toch, ik heb in de loop der tijd toch veel atonale muziek geluisterd, maar het blijft uitdagende muziek voor je gevoel. Omdat precies wat je zegt, het gevoel van thuis. Wat je uitlegt over die grondtoon. Ik weet niet of mensen wel eens. Jij maakt zelf muziek volgens mij ook. Ja, maar voor een grondtoon, je kan iets in fa-kruis spelen bijvoorbeeld. En dan is die fa ook een grondtoon die mensen herkennen. En dat komt dus terug. Dus precies wat je zegt, je hebt dat hele sterke thuisgevoel, wordt ook gevoed door die muziek. Je hebt nu een hele beroemde muzikant, of die in ieder geval ook een soort van theoreticus, ook een zeer gerenommeerd muzikant, Jacob Collier. Daar heb je vast wel eens van gehoord. Leuke muziek om ook eens te luisteren. Hij wordt gezien als een groot. De man heeft een ongelooflijk talent voor muziek. Dus kan ook tonen horen en heeft een absoluut gehoor. Absoluut ritmegevoel ook. Dus hij kan hele exotische maatsoorten tikken. De man weet heel veel van muziek. Fascinerend. Maakt zelf ook heel interessante muziek. En hij heeft het sterk over de functie van harmonie. Hij speelt ergens in harmonie met het idee van je. Hè, een van de
waarom harmonie zo resoneert. Dus dat je daadwerkelijk het gevoel kan hebben dat je vertrekt vanuit een bepaalde plek, een heel avontuur beleeft, maar dan langzaam in terugkeert naar een plek. En die spanning en dat het gevoel van terugkeren, dat heeft ook iets ongelooflijk vervullends. En jij hebt het daar ook over. Ja, ja, ik heb het ook over het idee dat is een geborgenheid eigenlijk, die gelinkt is aan dat muzikaal thuisgevoel. Het is thuiskomen. Het is eigenlijk vertrekken en dan terug thuiskomen bij wat je gewoon bent. En als je die beweging niet maakt, hè, want sommigen doen dan, maken het precies de beweging en stoppen dan in het midden, ja, dan zijn heel veel mensen echt niet tevreden. Ontheemd en voelen ze zich thuisloos. Maar dat is eigenlijk het interessante, dat bepaalde filosofen juist die thuisloosheid gaan omarmen, omdat juist de antropologie en vanuit de menselijke conditie eigenlijk juist die thuisloosheid ook belangrijk is om te accepteren, te omarmen, omdat we eigenlijk in C allemaal maar mensen zijn die eigenlijk niet echt thuis kunnen komen. En dat is, dan krijg je heel die existentiële kwestie die daar ook eigenlijk aan gelinkt wordt. En dat vind ik wel boeiend. Dat is interessant. Het is natuurlijk ook de tijd van het existentialisme op een belangrijke manier. Ja, klopt. De jaren 30. Ja. Dus je krijgt ook inderdaad wel mee hoe de cultuur op verschillende manieren expressies vindt voor soortgelijke problemen. Maar dan in heel verschillende media die problemen confronteert. In de filosofie, in de muziek, ook in de literatuur. Ja. Krijg je allemaal van dit soort. Ja, klopt. Je hebt een schitterende roman van Herman Broch die ik graag lees. Heet ook De Slaapwandelaars. En daar is het hele idee van transcendentale thuisloosheid. Ja. Speelt daar een centraal onderdeel. Het gaat ook over de mens aan het begin van de 20e eeuw. Je zegt het net al mooi met die oorlogenperiode natuurlijk. Hoe het heel erg is van. Ja, het is niet toevallig denk ik dat atonale muziek dan opkomt. Hè? Want het thuiskomen is verdwenen. De klassieke muziek heeft ook een eindpunt bereikt volgens sommige van die componisten dan met Wagner en zo. Ja, omdat de romantische traditie is uitgesprongen in een soort van drama eigenlijk. Dat niet meer functioneert in deze samenleving volgens die componisten. En ja, natuurlijk, je krijgt dan die atonale beweging in de jaren 50, 60, 70, heeft dat zich nog ontwikkeld tot surrealisme bijvoorbeeld. En een heel complexe vorm van atonale muziek. Daar krijg je dan weer andere vormen van kritiek in de jaren 60, 70 van muzikologen die zeggen van ja, ze zijn zo ver weg gegaan van dat thuisgevoel dat het geen publiek meer heeft. En dat is ook niet de bedoeling. Hè. Dan krijg je heel die zoektocht en je denkt vandaag in avant-garde muziek en avant-garde traditie, in klassieke muziek, zoeken ze terug die tonaliteit, op. Ja. En ze proberen ze wel bepaalde atonale structuren misschien mee te nemen. Maar er is heel veel gaande in de klassieke muziek vandaag die in ieder geval wel de geschiedenis van die atonaliteit in zich heeft. Ja. Het is natuurlijk ook wel grappig dat je ergens ziet dat in die geschiedenis van dat toch wel ook door een Schoenberg en Webern en dat soort figuren, dat er ook wel heel sterk wordt gedacht vanuit een kanon en vanuit een lineaire ontwikkeling van de muziek. En wij staan nu aan het einde van deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling is gekomen tot op zijn einde. En nu moet er nieuw komen, Exact. Dat je nu ook een beetje denkt, dus er ontstaat ook meer idee voor diversiteit in die kanon zelf. En in de geschiedenis zelf. Waardoor het hele idee van tonaliteit is op zijn einde ook niet meer op zijnzelfde manier wordt gezien als de enige mogelijke vervolgstap. Nee, maar ja, natuurlijk, als je naar de realiteit van vandaag kijkt, is nog altijd 80-90% van de muziek die gespeeld wordt nog altijd tonaal. Dat is echt tonale muziek. Dus in die zin heeft die tonaliteit gewoon, ik noem altijd de tonaliteit een soort, heeft een soort darwinistische strijd moeten voeren en heeft gewonnen, denk ik wel, ergens in die geschiedenis van geluidsstructuren. Ik denk dat de ontwikkeling van muziek ook heel vergelijkbaar is soms met de ontwikkeling van een bepaalde soort. Van de mens als past zich ook aan de omgeving. Muzikale structuren gaan zich ook aanpassen aan de omgeving, aan wat er eigenlijk maatschappelijk op dat moment het meest wenselijk is om naar te luisteren. En dan wordt muziek een soort, krijgt het eigenlijk een heel levendige betekenis. Ja. En een muziekgeschiedenis heeft daardoor ook een heel, is eigenlijk een soort spiegel, denk ik dan soms, voor een maatschappij die in ontwikkeling is. Mooi. Er zijn dus inderdaad ook nog drie zijden van die spiegel die we nog niet hebben besproken. Maar we zijn inmiddels alweer 50 minuten in gesprek. En we moeten ook doorbewegen, want jij en ik gaan zo nog in gesprek bij het BMW Café. Mm-hmm. Ik denk, we komen aan die andere versies niet toe. En dat is heel jammer, want het wordt steeds vreemder. Er zit hier een stuk in voor transgressief luisteren. Nee, sorry, voor tijdsloos luisteren. Van een componist, Jacob Kierkegaard, Opus Autopsia. Ja. Dat hele stuk is
een audioversie van een autopsie. Ja. En je hoort hoe iemand ontbeend wordt in zo'n autopsiekamer. Ja. Waanzinnige. Nou ja, dus inderdaad, het haalt je bloed onder je nagels vandaan. Dat is een hele ongemakkelijke luisterervaring. Ja. Maar zo heb je er zoveel. Ja. Het is jammer dat we er niet op verder kunnen gaan. Ja, we zetten de linkjes onder de video, dus mensen kunnen sowieso zelf luisteren. En ik zou zeggen, dat is ook een leuke aanleiding om gewoon nog een keer een gesprek te hebben. Ja, ik denk, zo'n gesprekken zijn ook bedoeld om mensen te prikkelen. Ik probeer al die muziekstukken op te nemen in het boek, maar het is echt wel de bedoeling om het boek te nemen, tijd te nemen om echt te luisteren naar verschillende soorten zaken. Je kan ook elk hoofdstuk eventueel apart lezen als je dat wilt. Dus inderdaad, dat transgressief luisteren is misschien ook meer voor mensen die dat is ook een luistervorm die we nog niet hebben aangehaald, die meer zo te maken heeft met het zoeken naar muziek die je angstig maakt, die je ongemakkelijk maakt. Daar zitten heel veel voorbeelden in van black metal, noise, industrial muziek enzovoort. En in het laatste hoofdstuk probeer ik ook wat meer te gaan kijken bij onecht luisteren naar hoe dat eigenlijk de impact van het idee dat wij muziek als een soort object zien, als een soort object in de geschiedenis en als een soort tijdsloos object eigenlijk ook een rol speelt in hoe dat wij vandaag omgaan met plagiaat bijvoorbeeld en met vormen van muziek die eigenlijk lijken te kopiëren van elkaar. Sampling en zo, waar sommige mensen ook moeite mee hebben vandaag. Dus ik denk, het is een avontuur dat je moet aangaan. We kunnen daarover spreken, maar het is vooral iets waar je moet naar luisteren. Ja, en daar moet je gewoon tijd voor nemen. En het is, in dat opzicht hoop ik dat mensen geïnspireerd zijn om nu echt iets vast te pakken dat ze niet kennen en daar ook te leren wat voor luisteraars ze zijn. Want dat is het doel eigenlijk. Het doel is zelfinzicht en vooral ook inzicht in onze cultuur. En dat, ik hoop daarmee echt mensen te veranderen. Ik heb daar ook een heel compliment gekregen van de journalist van de KNAK in België, die zei van ja, het heeft mij veranderd als luisteraar. En dat is mijn doel, om dat te doen. Dus ik zou zeggen, ik ga zeker naar mijn website eens kijken naar al die stukken en als je interesse hebt, kan je het boek altijd via mijn website ook, of via de boekhandel of wat dan ook verkrijgen. Precies, de link naar jouw website staat ook in de beschrijving onder deze video. Dus als mensen geïnteresseerd zijn geraakt op basis van dit gesprek, kijk daar dan vooral even terug. Het boek Hoor is dus daar te bestellen, is volgens mij ook gewoon via bol.com in de boekwinkel bij jou in de buurt. Het ligt overal, ja, hè? Dus ja, je kan het daar ook meenemen. Ik heb het een maand terug voor het eerst opengebroken en ik keer er steeds naar terug. Omdat er staat zoveel in en het is ook, je kan niet recht doen aan alles wat erin staat in één lezing. En het is ook gewoon leuk om met jezelf dat experiment te blijven spelen. Ja. Oh, dan ben ik hier een beetje aan gewend. Oh, maar dit is toch steeds heel raar. En het is wat je zegt, het blijft een ontdekking en je leert er ook echt veel in over jezelf, over je eigen grenzen, over dingen waarvan je nooit had gedacht dat je dat mooi zou kunnen vinden. Dat is een fijn compliment, Het is echt een bijzonder boek. Dus ik zou zeggen, pak het vooral op. En Thomas en ik, wij zien elkaar dadelijk weer bij het DMW Café. Ja? Maar hartelijk dank voor dit gesprek. Ja, dankjewel. Thanks. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.